Je bent coach van het jaar geworden, marathoncoach. Wil je daar iets over vertellen? Ik was heel blij, want het is toch niet niks. Ik heb toch Titus Mulder verslagen. Nou, dat was niet zo moeilijk. Je hebt maar één marathonloopster en die heeft nog geen marathon gelopen. Dus dat kan volgend jaar worden moeilijker. Jij zit een beetje op die vrouw, maar ik heb dit jaar gespecialiseerd op de mannen. Ik heb een award gekregen voor 3 mannen van 2:18 of sneller. Dan begin jij weer over Ilse Pol te lullen. Nee, ik moet eerlijk zeggen, jij zei na de award dat je hem uitgereikt kreeg. Toen zei je van eigenlijk zou hij toekomen aan Gerrit van Lent. Omdat hij eigenlijk alleen maar winnaars heeft. En we hebben het daar even net precies met een aantal trainers over gehad. En we vinden eigenlijk dat hij toch aan jou toekomt. Omdat jij daar gewoon volgende week een aantal marathonlopers hebt staan. Die weer gewoon Nederland vertegenwoordigen. En die straks in Barcelona ook gewoon Nederland vertegenwoordigen. Dus dat is, jij brengt gewoon een aantal marathonlopers voort. En niks ten nadele van Gerard. Maar Gerard die heeft een aantal marathonlopers gekregen. Vlijende woorden. Nee, ik zei toen Gerard naar voren moest. Ik zat naast Gerard en die zei, ja, ik moet hier zijn. En ik had ook een mailtje gehad. Ben je hier? Je moet er wel zijn. Dus ik denk, nou, zal mijn Colbert maar aantrekken. Alleen, toen was ik als coach van het jaar naar voren geroepen. En daarna moest Gerard de prijs in ontvangst nemen van atleet van het jaar. Maar hij had ook de nummer 2 en had ook de snelste vrouw. Ja. Dus ik zeg, ja, dan ben je toch de beste coach? Hij is absoluut een goede coach. Maar jij bent de award wordt meer gegeven om te kijken of je het niet. Ik nog van een paar krukken nog wat gemaakt heb, zeg maar. Dat zijn geen krukken. Als jij onder de 220 loopt en je gaat richting 215, want dan gaan ze gewoon. En ze gaan misschien nog wel harder. En je hebt daarvoor ook een aantal mensen. Je hebt Hugo ook een jaren getraind. Dus ik denk dat je met alle recht de award gekregen hebt. Is dat een oeuvreprijs of niet? Of ben ik daar te jong voor? Nee, want in feite zo die prijs, die oeuvreprijs, die krijg je over 15 jaar. Nee, wat hebben we afgesproken? Over 10 jaar krijg jij de oeuvreprijs. In 2020 zitten wij op een bankje met een cognacje. En wat is, dan is er revolutie geweest. Dan is er revolutie geweest. Oké. Okay. We hebben in Mexico hebben we het erover gehad, met z'n tweeën. Wat er moet gebeuren om de wegatletiek in Nederland weer wat vorm te kunnen geven. En er gaat een revolutie komen. Guido. Boom. Boom. Selma is weer. Ik heb me van de week een sms gestuurd dat Selma weer hersteld is. Ik ben daar persoonlijk ontzettend blij mee dat er eindelijk weer eens iemand is die straks op niveau gewoon weer lekker hard gaat lopen in Nederland. Het is jammer dat toen Selma goed was, was Ilse er nog niet helemaal. En nu, ze hebben eigenlijk nooit echt tegen elkaar gebatteld, hè? Selma en goede jaren waren voor Ilse en nu is Ilse goed. En in 2012 gaan ze samen battelen. Wil je nog wat zeggen tegen Selma? Heb vertrouwen en heb geduld. Dat is het belangrijkste. Het vertrouwen moet ze hebben in de basis die ze heeft. Ze heeft echt een grote basis. Ze kan gewoon 32 minuten lopen, ze kan 1:11 lopen. Die basis heeft ze en daar moet ze op vertrouwen dat ze die basis absoluut nooit kwijtraken. Ook al ben je 3 jaar geblesseerd, dat maakt niet uit. Ze zal binnen 2 jaar, heeft ze dat niveau weer bereikt. Je zet een beetje tijdsdruk op Selma. Dat is geen tijdsdruk, dat is gewoon een reële, zonder dat ze tijdsdruk. Want als zij gewoon nu gaat trainen en ze gaat heel rustig beginnen en ze neemt alle tijd, dan zal ze zien dat ze, zonder dat ze daar druk op hoeft te leggen, dat het vanzelf gaat. Dat ze vanzelf weer op dat niveau terechtkomt. En dan gaat ze alleen nog maar stappen maken naar boven toe. Ja, en ik zei toen je sms'te van we drinken een biertje in Londen. Toen zei ik van ja. Het duurt nog een jaar. Toen zei ik, en jij zei 32 minuten is de basis. Toen zei ik, daar heeft ze 1 keer gelopen. Ze heeft 33 minuten 4 keer gelopen. Dus dat is haar basis. En je moet 31 minuten lopen voor Londen. Dus ik zeg, nou, laten we niet. Nee. Maar ben ik de pessimist en jij de optimist, toch? Laat het er tussenin zitten, maar ze moet gewoon vertrouwen hebben in zichzelf. Dat is belangrijk. In haarzelf. Nou, nog een goede trainer. Die heeft ze.